maak je dat, hoe maak je nou zo'n schilderij? Ik koop de beertjes natuurlijk en die leg ik dan voor mijn neus neer op een tafel. En dan maak ik daar precies zo. Ja. Want ik heb geen fantasie. Ik moet het echt voor mijn neus hebben, anders kan ik niet schilderen. En dan maak ik dus wat ik noem een Timmermans tekeningetje, dat dus de lijn heel exact erop staat. En als ik daar helemaal mee klaar ben, dan ga ik het schilderen. Ja. En dan kies ik eerst bijvoorbeeld deze kleur, de achtergrondkleur, over het hele doek heen. Dat de tekening daar doorheen schijnt en dan ga ik daarmee verder. Ja. Zo werk ik. Ja, tot het klaar is. Ja. Laagje over laag. Ja. Nou, ja. Doe je alleen stilleven? Ja. Ik heb nooit iets anders gedaan. Portret kan ik niet. En hoe lang doe je het dan? 40 jaar. Ja. Je gaat zo met pensioen. Ik ben er maar. Ja, dat is er helaas voor kunstenaars niet. 40 jaar. Was er maar een pensioen. Nee, dat is er niet. Dat wordt gewoon mijn AOW'tje en een beetje sappelen. Hè? Ja. En ja, dat is het. Ja. Maar ik ben op mijn 18e begonnen en dan niet meer mee opgehouden. Dus, het is nu precies 40 jaar. Ja. Ja. Maar Ronald is ook een liefhebber van goed eten en drinken, dus het zijn ook steeds hele smakelijke dingen die hij afbeeldt. Ja, het zijn dan peertjes om in te bijten, vind ik eigenlijk. Ja, precies. Maar het blijkt dus dat ze niet zo lekker zijn. Deze rode peren, die zijn niet lekker. Niet die zijn alleen maar lekker om te zien. Die zijn lekker om te zien, maar ze waren ook echt zo knalrood. Ja. Ja. Ik vind het heel bijzonder dat je dat tegenwoordig dus een reproductie ook werkelijk op linnen verschijnt. En dat boeit, tenminste daar zijn jullie mee bezig, dat ook werkelijk... Ja, maar het is, het is heel moeilijk om het goed te laten lukken, omdat het heel erg afhangt van het werk dat je neemt. Ja. Dit is dus super goed gelijkend en dat komt onder andere... door de stijl of de techniek waarin Ronald schildert. Ja. En je moet ook de goede producent vinden die die dat kan. Die digitaal het beeld zo kan bewerken dat hij weet wat eruit komt als het uit de printer komt. Ja. En dat is niet wat je ziet. Dus omdat er altijd licht in het scherm zit, moet je meerdere vertaalslagen maken en moet je heel goed weten wat je computer doet, wat de lens doet en wat de printer doet. Ja. Daar zijn standaard profielen voor die kleuren. Ja. Maar je moet die nog kunnen aanpassen. Gebruiken. Ja. En we hebben wel met schilderijen vele uren erbij gezeten. En het is nog steeds niet gelukt om een exact gelijkende kopie eruit te krijgen. Dat komt omdat de kleuren heel moeilijk zijn. Ja. En elke wijziging heeft gevolgen voor een eerdere wijziging. Ja. En dan kan het zomaar gebeuren dat bijvoorbeeld de titel niet meer klopt. Als het een titel is die op de sfeer van de schilderij slaat, dan kan het wel eens zijn dat die titel gewoon niet meer waar is. Dus het is enorm arbeidsintensief voordat je een goede opname hebt. En elke druk is maar dan weer... is deze toch perfect gelukt. Ik zie er namelijk geen verschil. Zeker. Deze is echt het is echt heel goed om eens te kijken. Ja, als je zou zeggen van dat het origineel is... Ja. Dan zou ik hem kopen, zeg maar. Dan zou ik zou echt niet weten op wat nou het is inderdaad. En dat is, dan is het goed gelukt. Dan is het heel goed gelukt. Ja. Ja, dank u wel.